Hema heb ik een soort van nieuwe schoolspulletjes gekocht. Maar voor we eraan beginnen wil ik jullie iemand voorstellen. Dit is Dotty! Ik vertrek morgen naar Mallorca. Excuseer, want ik heb vandaag iets met niet te duidelijk spreken. Ik ga dus vanmorgen naar Mallorca met Dotty. En ja, we gingen dus naar de Tims en ik zag die liggen en zei ik, die neem ik mee. En als jullie willen dat hij meer voorkomt in video's, vergeet dan zeker niet te liken op mijn kanaal. En te abonneren op mijn kanaal. En natuurlijk niet te vergeten op het belletje te klikken. Maar vandaag hebben we voor de 5 likes. Maar nu nog één dingetje. En dat is namelijk dit hairstylingboek. Dit is voor girls only. Het kost maar €14,99. Ik weet totaal niet of jullie dit kunnen zien. En ik ga nu bijvoorbeeld gewoon een kapsel uitkiezen. Voilà. Dit is bijvoorbeeld een kapsel. Ik vind het nog redelijk mooi. Niet alle kapsels zijn natuurlijk mooi. Maar oké. Ik maak hier niet echt reclame voor. Maar ik vond het gewoon mooi om eens te tonen aan jullie. Maar nu gaan we natuurlijk beginnen met de hemel. Deze agenda vond ik zo leuk. Ja, zo speciaal is hij ook weer niet. Maar ik vond hem gewoon zo leuk dat ik hem gewoon moest meedoen. Dit is de kalender van 2018 en 2019. Dus ja, ik kan hem gewoon eens opzoeken. Dit is to do, wat je nog moet doen. En dan kan je bijvoorbeeld schrijven... Pardon. Ik ga even schrijven welke toets dat je hebt. En dan hier... Nee, sorry. Niet hier. Oh, ik vind het weer niet, hè. Hier heb je... Hier kan je schrijven zo... ik heb vandaag... Bijvoorbeeld maandag heb ik dit vak. En dan met die leraar. En dan... aan welke klaskamer. En dan kan je dat daar inschrijven. En dan heb je nog één dingetje. En dat is... hier. Schrijf je wat je aan toen... welke toets je had. En hoeveel je hebt. Dat kun je daar ook dan nog al opschrijven. Sorry. Voilà. Volgende item is dit mooie blauwe schriftje. We gingen naar de uitgang van de winkel en ze maakten daar namelijk een soort van reclame voor. En dit schriftje vond ik toch heel erg mooi. Het is wel een gladde kant. En zei mijn mama, pak het maar mee. Het kost toch maar 90 cent. Dus heb ik het ook meegekregen. Dan het volgende boek is niet zo speciaal. Maar voor mij wel. Heel mijn familie heeft het. Zelf mijn oma die overleden is en mijn mimi die overleden is. Maar ik ben van plan om hier mijn schooldagboek eigenlijk. Dat ik hier al mijn dingen, mijn slechte, mijn goede dingen ga inschrijven per dag. En hier, bijvoorbeeld hier vandaag schrijf ik dan, want het is natuurlijk een schooldag, schrijf ik erin. Mijn dag was super en we hebben dit gedaan en dat en dit en dat. Morgen schrijf ik, en mijn dag was zo slecht, ik heb ruzie gehad met die persoon of er was ruzie in de klas, of ik heb een slechte toets gehad, zulke dingen. En dan lees ik dat na een jaar opnieuw en dan zie ik dat bijvoorbeeld van, oh my god, heb ik dan een dag, slechte dag gehad, probeer dat ik dat dit jaar niet heb. Dus dacht ik, dat is echt wel een leuke moment om dat te doen. Dan heb ik deze twee schriftjes van 50 cent per schrift, daarna ik er ook twee mee heb. De rand is link in jullie ogen niet, maar in mijn ogen wel. Zie je zo'n mooie verkleuring van paars en blauw. Dus ja, ik heb deze maar meegenomen. Het is mijn lijntjes, als ik het om kreeg. Het zijn mijn lijntjes. Dus ja, heb ik die gekregen. Het kostte toch maar 50 cent per boek. Dat heb ik wel gezegd natuurlijk. En dan het voorlaatste ding. Washing tape. Vorig jaar had ik het niet meegenomen. En ik zat dan in de problemen. We hadden dan nodig voor een toets. Omdat ik niets meer had van lijm of zo. Plakband. En ja. Wat heb ik vergeten? Washing tape. Maar nu heb ik het. Dus nu ben ik klaar voor meester. Als we het nodig hebben. En dan natuurlijk. Sticky notes. Niet de mooiste. Maar ze kosten toch maar 50 cent. Dacht ik, och, waarom niet? Ze hebben nog leuke tekeningetjes. En er zitten er best wel veel in voor 50 cent. En nu over naar het laatste. Het laatste item. Is eigenlijk twee balpennen. Allebei van de Hema natuurlijk. Voor 90 cent. Deze balpen. Mijn vriendin had die al. En ik was er echt... Een soort van jaloers op, omdat ik kon er gewoon super mooi mee schrijven. En deze dacht ik, oh, probeer die al eens. En
Hebben jullie dat ook soms als je zo schrijft met een balpen, dat je zegt van, oh, ik kan hier echt niet mooi mee schrijven. En dan met een ander dat zegt van, oh my god, ik kan hier kei mooi mee schrijven. Maar oké, als jullie dat ook eens hebben, zet dat dan ja of nee in de reacties. Ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Met Dottie erbij. En als jullie een video willen met Dottie, dan moeten jullie zeker liken. En als jullie een vlog willen... ik had dus al gezegd dat ik morgen naar mijn huis ga. En het kan zijn dat ik mijn eerste 3 dagen vlog ga doen. Ik ga zo vloggen wat we gaan doen. Het kan wel zijn. Ik weet dat nog niet. Oké. Dat was ook gezellig. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vooral met Dottie. En ik raad jullie eigenlijk ook wel aan om die spullen te kopen. De prijs was echt niet duur. En Dottie kan je ook gaan kopen in de Tims. Die kost namelijk... €49,95. Het is wel een klein valiesje daarvoor, maar voor die prijs, hij is wel schattig. Maar oké. Bedankt voor het kijken en tot dan met mijn volgende video. Daag!